mijn atelier. Vandaag is deel 2, wat gaat over gouacheverf. Nou, ik ging op onderzoek uit. Ik ging het testen, verschillende merken. En ik kwam achter een heleboel feitjes over gouache. In ieder geval feitjes voor mijzelf. Wat je moet weten over gouache. Nou, ik heb echt veel geleerd afgelopen week. Ik heb geoefend, getest, verschillende merken. Nou, en nog veel meer. Kijk maar eens. Ja, wat ga ik doen? Ik ga even Groningen in met de trein, want ik ga schetsen. Op het terras, denk ik, of de Martini-toren, of... Nou, ik weet nog niet zo goed wat, maar ik had dus vorige week de kwas ontdekt. Ja, en dan ben ik dus zo, dan ga ik er nog even mee verder op onderzoek uit. En toen kwam ik uit bij een illustrator en ze heet Sarah van Dongen. Nou, heb ik natuurlijk ook even de cursus van gevolgd. Echt superleuk. En dat ga ik nu eens even verder onderzoeken. Ja, in ieder geval water heb ik mee. Ja, kwasten. Tot later. Restaurantje stiekem achteraf. Ga ik ook wat tegen kijken. Want die lamp, fantastisch. Begonnen met de verf van Pandora. Ik was aan het schetsen in Groningen in een restaurantje. Maar nu heb ik helemaal de verhoudingen verkeerd, omdat ik heel snel stiekem aan het schetsen was, zodat ik dat het niet opviel. Je kijkt een beetje gek, maar daar gaat het niet om. Dus ik dacht, ik laat dat maar gewoon los. Misschien groeit het nog dat ik het weer in orde krijg. Maar wat ik eigenlijk even wou vertellen, ze hebben allebei zwart-wit gestreepte shirts aan. En ik ga nu de ene ga ik een zwart shirt schilderen en dan later met wit er overheen kijken of dat werkt. En die andere ga ik gewoon direct zwarte streepjes schilderen. Om gewoon even goed uit te testen hoe dat dan zeg maar gaat. Dat zwart maakt dat het er direct al anders uitziet. Vind ik wel cool. Het werkblad ook zwart gemaakt. Was niet in het echt zo, maar ik denk, nou, ik laat mijn fantasie er maar los. Ik heb ook in het restaurantje twee mensen geschetst. Ze zaten recht tegenover mij, zeg maar. En dit is een mevrouw, die zie je aan de achterkant. Dit is haar haar en dit is de mevrouw die tegenover haar zit aan een tafeltje. Dus ik dacht, als ik die nou eens hier naast zet, zo ongeveer... Het zou toch moeten kunnen? Ga ik even proberen. Nou, ik heb de twee schetsen erbij gepakt. Ik heb het even opnieuw geschetst. En dan ga ik over van deze scène naar deze scène. En dan staan ze hier gewoon aan de bar. De serveerster heeft wat drankjes. En ze staan even te kletsen met elkaar. Ik denk dat ik hem zo wel mooi vind. Dus ik ga deze schilderen nu met een ander merk. Ik ga nu eerst de achtergrond schilderen. Ik heb dat zo net andersom gedaan, maar dat ga ik nu eerst even doen. Dus even de kabel even aan de kant leggen. Kijk, ik ben nu begonnen met de achtergrond. Ik denk dat dat net even anders werkt. Misschien doe ik hier de achtergrond er helemaal niet van. Laat ik het gewoon zo. Maar ik ben wel blij nu dat ik hier de achtergrond ben begonnen. Nou, ik was lekker bezig. Ik ben vergeten mijn camera op opnemen te zetten. Maar waar ik achter kom is dat als ik heel veel verf gebruik, dan wordt het zoals ik het op het plaatje gezien heb. Dit stuk heb ik heel veel verf gebruikt en dit ook. Ja, en dan wordt het echt heel dekkend. Dus feit 1, veel verf gebruiken, zodat het dekkend wordt. Maar... het moet een bepaalde substantie hebben. Dus veel verf zeg ik wel, maar het moet een beetje... het zit net tussen dun en dik in. Dus ik ga even kijken of ik dat kan laten zien. Kijk, nou eens even kijken waar ik nog een beetje... deze rode, die is opgedroogd. En nu wil ik hem zeg maar een beetje loppig hebben. En nu zit er dus te veel water bij.
Maar dan heb ik nog meer water nodig om dit droge te activeren. Zie je? Kijk, en dan is bijna mijn plupje verf helemaal verdwenen. Art komt ook even bij. Art, joehoe. Mag ik dit even laten zien? Maar voordat je de juiste substantie hebt om dekkend mee te schilderen. Ja, dit is wel mooi dekkend. Dit is wel zoals mijn inspiratieplaatje. Nou zie je, dus het moet best wel... En dan is mijn halve verfje al verdwenen hier. Dus je hebt best veel verven van nodig. Dus, feit 1. Wat mij betreft is dat je best veel verf nodig bent van gouache. En dat het handig is als je grote oppervlaktes moet schilderen. Dat je dat met een ander materiaal doet. Het groene wat ik hier heb geschilderd, heb ik dan ook met inkt gedaan. Dit heb ik met inkt gedaan. Amsterdam... Het merk Amsterdam inkt. Dat werkt weer heel anders, maar ik dacht anders is mijn tube zo snel leeg. Dus dat heb ik even met een ander materiaal gedaan. Dan ga ik nu even een landschap proberen met gouache, want dat is natuurlijk weer heel anders. Ben ik ook wel erg benieuwd naar. En nu ben ik even wat nieuws aan het proberen. Dit is een boom, een tulpenboom. Hier heb ik wat narcissen getekend. Pip, onze hond. En dit is Puk, ook een hond. Nou goed, dus nu probeer ik het dus even in een landschapachtig iets. Maar wat me nu heel erg opvalt, is dat het mengen vanuit een potje. Ik had gezegd dat mij dat zo ideaal leek. Een potje. Dat is helemaal niet ideaal met dit soort verf, want het is veel fijner als ik kan mengen met mijn mengbakje. En dan is het weer lastig om het uit dit potje te krijgen. Dus nu zeg ik voor dit soort verf, voor de gouache, zeg ik een tube. Nou ga ik even weer verder. Ja, en ik ben nu aan het oefenen met de verf een bepaalde dikte te geven. Dus niet te veel water, maar ook niet te weinig. Het is nou een beetje zo... Ik weet niet of je het goed kan zien. En dan komt het er zo op. Wel dekkend, maar niet te dun. Pak ik nu iets uit de tube. Dat gaat net ietsje sneller. En ik hou van lagen. En ook met dit verf vind ik het ook wel leuk om in lagen te werken. Want ik heb nu al een aantal lagen van de tulpenboom de bladeren gedaan. En ik ga nu een echt knallende wit nog op doen. Zodat het er nog echt even weer uit. Nu gebruik ik geen water. Omdat ik graag wil dat het heel dekkend is. En ik heb het net uit de tube gehaald. Dus dan is het al een natte verf, zeg maar. Ja, kijk hoor. Hier wil ik een heel klein... Met een heel klein kwastje schilder ik nou. En dan doe ik op alle kleurtjes. Roze, paars... Doe ik nu. Zo. En zo ga ik nog even verder. Zodat die boom steeds mooier wordt. En dat de bloesem steeds helderder wordt. En, ja, en wat ik van zo'n tulpenboom vind. Is dat het juist echt. Het maakt echt sfeer in de tuin. Gouache. Ja, dat is wel een dingetje. Want het is best wel lastig om onder de knie te krijgen. Hier heb ik te veel water gebruikt. Dit is Uk. Die is lekker aan het chillen. En Art zit daar eens even toe te kijken. Maar als je veel water gebruikt, dan lijkt het meer op aquarelverf. En hier ging ik de fouten. Maar wat ik gewend ben met acrylverf, dan ga ik er gewoon met wit overheen. En dan verdwijnt dat weer. Ik ging dat nu ook doen, maar omdat het weer te activeren is,
ging mijn onderlaag ook weer nat worden. En daardoor kreeg ik een hele dikke vlek. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk, anders. Zo anders. Ik heb het nog niet onder de knie. Wat ik nog meer heb ontdekt, is dat als je mee op reis gaat, het loslaat van het paletje. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik vond het super gezellig en bovenal, ik heb me echt heel erg vermaakt met het uitzoeken hoe gouache werkt. Ik vind het zo leuk dat ik er zelfs aan zit te denken om een deel 3 van de gouacheverf te gaan filmen. Omdat ik aankomend weekend met mijn moeder en mijn zus weg ga en dacht misschien kunnen hun ook even meetesten. Want dat is natuurlijk extra leuk. Neem ik andere soorten papier mee, kan ik dat ook nog even uitzoeken. En ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb. Hoi, Uk. Ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb ook te gaan ontdekken hoe je met kwast kan verven. En ik hoop dat ik jou dan al een beetje op weg heb geholpen. Want ja, dat zou toch fantastisch zijn. Oh, Uk wordt scherp gesteld. Hi, lieverd. Dus dat. Nou, dit was het voor vandaag. Tot volgende week. En ja, doei. Hi, lieverd.